Een week na de aanvaring van een boot met de stuw bij Grave overheerst onduidelijkheid. Donderdagmiddag werd een persconferentie georganiseerd, maar daar bleek dat instanties nog maar weinig antwoorden kunnen geven op de heersende vragen. Een crisisteam is bezig met verschillende scenario's, zowel voor korte als lange termijn oplossingen. Volgens Rijkswaterstaat is het namelijk essentieel het waterpeil snel omhoog te krijgen, omdat anders het gevaar ontstaat dat oevers gaan uitdrogen. Het is op dit moment onduidelijk wanneer er meer informatie beschikbaar komt. De directie van Plurijn heeft bij het gemeentebestuur van Bergendal een verzoek ingediend om op het Kemnadeterrein langs de Nijmeegse baan een tiental intensieve zorgeenheden te plaatsen. De reden is dat de cliënten van Plurijn vaker agressief worden naar anderen en ook naar zichzelf. In de huidige situatie wonen ze in een groep op Kemnade, waardoor ze niet de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Het college staat in principe positief tegenover het verzoek, ondanks dat er enkele bomen zullen moeten verdwijnen. Plurijn zal met de provincie Gelderland moeten overleggen waar die elders gecompenseerd kunnen gaan worden. 85 jaar lang woonde Henny Jansen in haar woning aan de Palestrinastraat. In die tijd veranderde er maar heel weinig aan het huis. Er kwam nooit een badkamer en geen centrale verwarming. Pas geleden verhuisde de huurster naar een verzorgingshuis. Buurtbewoners mochten een kijkje nemen in dit tijdelijke pop-up museum en reisden zo terug in de tijd. NEC is afgereisd naar het Spaanse Marbella als voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De spelers kregen niet de kans om uit te rusten. Trainer Peter Hubala laat ze hard werken. De twee nieuwe spelers, Jordan Larsson en Ali Messaoud, doen goed mee. Zelfs zo goed dat Messaoud niet mee kon spelen in de oefenwedstrijd tegen Sparta door de te intensieve training op de dag ervoor. Het team is nog niet uitgeshopt op de transfermarkt. Er wordt nog gezocht naar een linksback.